Hey, welkom bij Man Cave. Leuk dat jullie er zijn. Kennen we elkaar nog niet? Ik ben Marcel, dit is Nascu Barbecue en vandaag gaan we een broodje procureur maken. Het idee voor dit broodje procureur heb ik al een tijdje in gedachten. Ik denk, ja, pulled pork is natuurlijk lekker, procureur is lekker. Maar als we nou eens gewoon mooie dikke plakken maken, dat lekkere mediterraanse rub erop doen, die ik nu ook aan het testen ben, dus daar komt dat heel mooi uit. En daar op een gegeven moment mooie plakken van snijden op een verstokbroodje, wat uitjes erbij, wat augurkjes, lekker sausje. Ik denk dat het heel lekker is, dus dat gaan we gewoon eens uitproberen. Wil je meer zien van de tips, tricks en recepten die ik graag met jullie deel, vergeet dan niet op te abonneren. Druk dan ook op dat belletje naast die abonneerknop, krijg je een berichtje van YouTube als ik weer een nieuw video upload, dan ben jij er als eerste bij. En wil je me volgen op Facebook, Instagram, @NascuBarbecue. En mijn recepten, de tips, tricks, reviews, alle blogpostjes. Eigenlijk een beetje de verzamelplaats van NascuBarbecue. www.nascubarbecue.nl, daar kun je alles terugvinden. Maar goed, voor nu, we gaan gewoon lekker aan de slag met dat broodje procureur. Dus laten we de hoek induiken. Het recept hiervoor is eigenlijk vrij simpel. Ik heb een klein procureurtje. Je kunt natuurlijk ook gewoon een hele krook procureur kopen. Een mooi stuk van afsnijden en de rest pulled pork van maken. Ook geen straf. Maar ik heb een klein procureurtje van BB Quality. Wat is het? 550 gram. Dus je krijgt mooi duidelijk plakken van 250 gram. Wat ik al zei, de bedoeling is om deze mooi door midden te snijden. De mediterraanse rub erop te doen. En dan gaan we dadelijk nog een heerlijk sausje erbij maken. Maar dat doen we dadelijk. We gaan eerst even hier, ik heb de barbecue al aanstaan. En we gaan gewoon eens kijken. Eerst even een paar kleine vetjes, want het is natuurlijk... Het is wel low and slow, maar natuurlijk anders dan met pulled pork. Dus sommige vetjes zullen niet helemaal wegsmelten. Dus dat snijden we even weg. Leg even hier neer. Al het vet dat ik weg wilde halen is weg, dus dan maken we een mooie sneetje. Kijk, dan hebben we gewoon mooi twee dikke stukken die we kunnen rubben. Ga ik even mijn shaker vullen en dan gaan we ze lekker in de kruidenmix zetten. De kruidenmix zit in de shaker. Hij ruikt echt heel goed. Lekker veel kruiden erin. En dan gaan we hem lekker even eroverheen strooien. En de andere kant. De zijkantjes niet vergeten. Laten we dit nog even intrekken. Dan ga ik even kijken hoe het met de barbecue is. En dan kunnen we deze dadelijk er zo op. Ik krijg steeds vaker de vraag over mijn lekbakjes. Nou, ik heb een monolith barbecue. Daar zitten die lekbakjes, die zitten daar standaard bij. Maar er zijn ook heel veel barbecue merken die weinig accessoires hebben en ook geen lekbakjes. Dus dan ben je inderdaad aan het pielen met aluminiumfolie om je steen niet vies te laten worden. Of je koopt die wegwerp aluminiumbakjes, die natuurlijk vrij prijzig zijn. Ik wil jullie even deze laten zien. Dit is een lekschaal lekbak. Ja, kun je het goed zien. Het is 2,5 centimeter hoog. Deze is volgens mij 36 of 38 centimeter. Er zijn drie varianten. Ik zal even een link hieronder in de beschrijving zetten hoe je eraan kan komen. Volgens mij, als ik het zo uit mijn hoofd, is 32, 36, 38 of zelfs een 40 centimeter, maar een beetje medium, large, extra large. Zo kun je het een beetje zien. Maar dit zijn lekschalen. Volgens mij de middelste kost 25 euro. Van staal. En scheelt je denk ik heel wat in aluminium bakjes kopen. Dus mocht jij een barbecue hebben die geen lekbakje standaard heeft, misschien iets voor jou. Ik heb in ieder geval er al eentje in liggen. De barbecue begint mooi warm te worden, dus ik laat je hem even zien.
Barbecue kruipt mooi richting de 100 graden. En ik kijk even ondertussen op mijn inkbeurt, want die heb ik er ook in zitten. Kijk. En die staat nu op 96,3. En hij zit er ook net onder, dus mijn thermometer doet het best goed. Maar in ieder geval hier zie je, kijk, normaal heb ik de halve maan lekbakjes. Die heb ik altijd in liggen. En nu heb ik gewoon, ik heb wel nog een aluminiumfolietje erin gelegd. Omdat ik gewoon lui ben en ik niet graag schoonmaak. Maar in ieder geval, ze kunnen er gewoon in. Mooi op je indirect stenen. Dus, mocht je ervoor in de markt zijn en heeft het merk barbecue die jij hebt, niet geen lekbakken en je bent klaar met je pizzasteen steeds schoonmaken of je pizzasteen, je dividerstenen of hoe je het merk wat je hebt ook noemt. Maar in ieder geval ben je daar klaar mee, dan zou ik zeggen, kijk daar eens even naar. Nou, gaan we de procureurtjes erop leggen. Steek even de thermometer in het dikste stuk. Kijk, ja. En dan ga ik hem sluiten. En dan ga ik hem afregelen op zo'n 150 graden indirect. Dus dat is wel wat hoger. Maar goed, ik ben er geen pulled pork aan het maken. Ik wil 150 graden indirect. Zodat ik ook lekker die knapperige buitenkant erop krijg. Dat hij wat harder gaat. En we gaan eens kijken wat het wordt. Nou, ondertussen dat de procureur steaks, zeg maar, op de barbecue liggen, gaan wij even lekker die saus maken. Wat hebben we nodig? Mosterd, ketchup, honing, sriracha en augurkensap. We beginnen gewoon met de mosterd. Zeg maar 3 eetlepeltjes. Mosterd. En dan gaat daarbij de ketchup. 1, 2. Nog een klein beetje honing. Zeg, een eetlepel honing voor de zoete toets. En dan een theelepeltje sriracha. En dan pakken we hier de augurkensap erbij en dan gaan we dit mengen totdat we de juiste verhouding hebben qua dikte. Ik vind het nog iets te dik, dus nog wat erbij. Dit is de consistentie die je wil hebben. Dus staat deze apart. Ga ik zo nog even een uitje snippen of uitjes in een ringetje snijden. En dit mooie stokbrood alvast klaarmaken. En dan is het weer wachten tot de procureursteaks klaar zijn. Kijk eens aan. Kerntemperatuur zegt hij nou 65 graden. Nou, ik wil hem tussen de 60 en 70 wil ik mijn varkensvlees hebben, dus we gaan eens even kijken. Kijk. Ja, kijk. Dit ziet er goed uit. Hij heeft er nou ongeveer een uurtje denk ik op gelegen. Dus ik ga even mijn tangetje pakken. En dan gaan wij een heerlijk broodje bouwen. Dan hebben we hier alles liggen om het broodje gaan op te bouwen. Kunnen wat rode uitjes, augurkjes. En laten we gewoon eens beginnen met het vlees in plakjes. Kijk eens. Oeh jongens, dit moet ik jullie laten zien. Kijk eens, mooi. Die rookring erin. Kijk, en dan is het gewoon de bedoeling. Lekker inderdaad plakjes van snijden. Nou, nu dat allemaal gesneden is, ja, ik ga hem toch even een klein stukje proeven. Heerlijk. Mooi stukje stokbrood.
Snijden we open. We beginnen met een mooie schep saus. De bodem. En dan gaan we daar lekker ons vlees op leggen. Gewoon lekker royaal. Je moet het uiteindelijk wel proeven. Vervolgens doen we daar de uitjes overheen. En nog wat augurkjes. Dan pak ik nog wat saus. Lekker eroverheen. Kijk, dan mag deze er weer op. En dan hebben we een heel lekker broodje. Nou jongens, proost. Heerlijk. En dat was hier dan, mijn procureur-experiment. Ik zeg geslaagd, hij was echt super lekker. De rub, lekker kruidig, met peper en zout, die was erg goed. De saus, erg lekker, die is dan weer wat zuurder. Moet wel zeggen, ik denk dat ik iets te veel saus, iets te enthousiast ben geweest. Dus want die overheerst een beetje. Maar toch wel heel erg lekker allemaal samen. Dus als je hem thuis na gaat maken, iets minder saus, misschien de bovenlaag of de onderlaag. Weglaten, dan denk ik dat je een hele, hele lekkere combi hebt. Dus vond je deze video leuk? Like hem dan vooral, daar ben ik jou heel erg dankbaar voor. En wil je meer van dit soort video's zien, vergeet dan niet om te abonneren. En druk dan ook op dat belletje naast die abonneerknop. Krijg je een berichtje van YouTube als ik weer een nieuw video upload. En dan ben jij er als eerste bij. En wil je me volgen op Instagram en Facebook, dan kan @NaskuBarbecue. En voor alle informatie rondom NaskuBarbecue, www.naskubarbecue.nl. Daar is de verzamelplek van alles. Dus voor nu, bedankt voor het kijken. Maak deze thuis ook. En tot de volgende!